Oh yeah! Welkom bij de Daily Business Boost. Woehoe! Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Oh ja! Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, een hele goede morgen. Goedemorgen Inge, wat goed dat je er bent. Hallo. Hallo, goedemorgen. Oh, fantastisch dat je bent. Dames en heren, kom maar gezellig erbij, want dit is vandaag een heel groot feest. Ja, ja. Haha. Ja, we hebben de eer vandaag om met de nummer 1 auteur en expert op het gebied van leiderschap hier in de uitzending te hebben. Ik ga straks alle vragen van het lijf, van het hemd van het lijf vragen volgens mij of zoiets. En ze heeft net gezegd dat ze niet kan zingen. Misschien kan ik haar verleiden tot zingen. Nee guys, we gaan het hebben over hoe het komt nou dat ze zo fantastisch op nummer 1 is gekomen. Wat haar voorgeschiedenis is, wat ze allemaal voor heeft gedaan, maar wat ze voor heeft gelaten. Want weet je, there is no overnight success, zeg ik altijd. Dus Inge, fantastisch dat je er bent, geweldig dat je er bent. Maar voordat ik naar jou toe ga, guys, dames en heren, het is ongelooflijk. Ik zal jullie iets laten zien. Let op, talking about not overnight success. Ik ga even screen sharing erbij doen. Let op. Vooral het cijfer, dames en heren. Vooral het cijfer 49.548. Lieve kijkers, lieve luisteraars, Jezus, afgelopen vrijdag zaten we ook, ik heb opgeschreven, 46.000 downloads. We zijn binnen, wat is het, 5 dagen, hebben meer dan 3.000 mensen de podcast beluisterd. Dus guys, dankjewel mijn lieve vaste kijkers en geweldige podcastluisteraars. Wat is dat fantastisch. We gaan volgens mij morgen of overmorgen zijn we over 50.000 downloads zijn. Dus guys, ook dat is een celebration vandaag. Dank. Geweldig dat jullie er zijn. Ja, de goedemorgen, Rianneke. Volgens mij zijn een aantal mensen in de auto aan het rijden. Want ja, straks om 11 uur is de cashflow game. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Maar let's talk first. Let's see. Parabam. Het nieuws van de week. Het nieuws komt van jou vandaan, Inge. Want vandaag, wat voor dag is het vandaag, Inge? 2 december. Aram. 2 december. En hoe rustig is het daar bij jou? Ja, het is hier heel rustig. Heerlijk. Ik zit op het platteland. Dus het is hier heel rustig. Maar ik ben echt excitement spreading. Ja, eindelijk. Het boek komt officieel uit. Maar yes. Dat is het nieuws, mijn nieuws van de week, om maar zeggen. Absoluut. Het boek Dien het Leiderschap, jongens. Het is vandaag je officiële lancering, toch? Ja. Oh, wat vet. Maar weet je, dat is zo bijzonder bij jou. Het boek is, voordat hij al gelanceerd is, is hij al nummer 1 gekomen. Het is zo ongelooflijk. Ik zal je een screenshot sturen. Kijk hoe het met haar... even kijken hoor, als ik het kan laten zien. Let's see here. Kijk guys. Ze heeft net een berichtje op LinkedIn gezet. Volgens mij net een uur geleden of zoiets. Wat was het nou? Ik ga hem even erbij halen. Ja, uur geleden. Kijk, en ze heeft nu al 446, ik bedoel guys, eat your heart out. Moet je kijken hoe hard dit gaat. En dit is niet de enige wat heel hard gaat. Als ik nu zeg maar dit zou stoppen en volgende screenshot aan jullie laat zien, want ik ga jullie met je overrompelen iedereen. Kijk maar wat hier staat en dit is waar je het voor wilt doen. Guys, kijk, dit is een prachtig mooi lijstje. En hier staat hierboven management boek top 100. En hier staat op nummer 1, dienend leiderschap Inge Nuiten. Lieve Inge, echt gefeliciteerd. Wat vet. Super. En Inge is niet met lege handen gekomen, dat weten jullie, gaan we straks over hebben. Maar vertel, voor de kijkers die jou niet kennen, voor de geweldige luisteraars, bijna 50.000 downloads luisteraars, vertel alsjeblieft, begin bij het begin, wie ben je en wat doe je en hoezo moest dit boek er komen? Weet je, neem ons mee in het proces, vertel. Neem je mee. Ik ben super gedreven om gewoon iedereen die het verschil wil maken in het leven van andere mensen de meest praktische handvatten te geven, waarmee ze hun eigen ontwikkeling kunnen stimuleren en de ontwikkeling natuurlijk dan van anderen. En ik heb allerlei richtingen in de psychologie, bewegingswetenschappen gedaan, fitness trainer, personal trainer, uiteindelijk gepromoveerd bij bedrijfskunde en toen werd ik knijterziek. En toen besefte ik, wow, je kunt alles cum laude afstuderen en heel veel weten. Maar als je het uiteindelijk niet toepast in je leven, dus het implementeren, het gaan doen, het gewoon doorpakken, nou ja, dan kan je leven alsnog een puinhoop zijn. En toen
ben ik uiteindelijk een hele reis gaan doormaken en de dingen echt gaan doen die ik ook in mijn eerdere boeken al schreef. Nou, en nu uiteindelijk, jarenlang ben ik al bezig met dienend leiderschap, dat was mijn promotieonderwerp. En uiteindelijk deze zomer besloten, nu gaat er echt een opvolger komen van mijn eerste bestseller. Geweldig. En hij was er ineens. Het is echt een heel bizar proces geweest. Het ging als vanzelf, het schrijven. En hij is sterk. Het is echt een schatkist voor verschilmakers. Hij komt ook jouw kant op. Oh, kijk. Fantastisch. Wat geweldig. Wacht even. Wil je het nog een keertje laten zien? Wacht even. Ik zet hier gefeliciteerd eronder. Wacht even. Maak ik een foto van. Kunnen we straks ook weer gewoon even promoten. Wacht even. Zo. Even kijken dat hij het doet. Ja, kijk. Fantastisch. Wauw. Wat is dat geweldig. En als we het hebben over celebration. Als we het hebben over het gevoel van euforie. Ik bedoel, waar sta je nu? Welke level van heaven ben je nu ongeveer? Nou, ik ben nog een beetje, ja, ik ben super excited, maar ik ben nog een beetje van, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Ik wil zo graag dat iedereen die dat boek wil horen, ik heb het dus laten opnemen door de beste stemacteur van Nederland. Dat zei je. En wie is dat dan, beste stemacteur van Nederland? Voor mij is dat Roel Fooi. Aha, oké. Die heeft echt zo'n mooie stem, hij heeft echt het boek tot leven gebracht. En ik dacht, ja, ik wil gewoon giving back. Iedereen die dit leert, die inhoud van dit boek zich eigen maakt, die gaat zijn leven zo gigantisch in een flow brengen en die wordt gewoon gelukkig. Die wordt gewoon nog veel blijer. Die wordt gewoon gelukkig. Dat is geen enkele twijfel. Lees dit boek, wil je gelukkig worden? Lees dit boek gewoon, ja toch? Ja, al je issues en al die shit waar je nog tegenaan loopt. Als je het boek echt leest en je echt eigen maakt, echt met die oefeningen. Er staan zoveel oefeningen in en inzichten. Fantastisch. Dan ga je allerlei dingen achter je laten waar je van je misschien nu nog niet eens weet dat je tegenaan moet lopen. Dus voor je verleden, voor je verleden mindfucks, voor je huidige mindfucks en voor de mindfucks voor de toekomst. Alle pijn en verdriet en shit wat je hebt. Bij deze hebben we remedie gevonden. Dan is dit boek gewoon. En jullie zien het hier meteen hieronder. Gaan scrollen worden. Guys, wil je dit prachtig mooie boek in vorm van audio? Wil je dat doen? Zet hieronder in yes. Want Inge heeft de audio boek beschikbaar gesteld voor iedereen, zodat het bereik vergroot, zodat nog meer mensen dat kunnen lezen en nog meer gelukkig kunnen worden. Want dat is het uiteindelijk, hè? Dat is uiteindelijk waar we het over hebben. En volgens mij iemand, Facebook-user, volgens mij is dit Yolanda, even uit mijn hoofd, want soms herken ik aan de handschrift, zeg ik altijd. Marjana zegt, ja, audioboek, dit is geweldig, dankjewel. En Chantal zegt, klinkt heel sterk en gefeliciteerd. Nou, weet je, guys, zet hier een yes onder als je het boek wil hebben, guys. En Marianne zegt yes, yes. Nou, de yes'en komen hier aan. Maar als ik het terugkijk, want nu sta je gewoon op de hoogste berg. Ik bedoel, het boek wordt vandaag officieel gelanceerd. Maar het staat al op nummer 1. Ik bedoel, what the peep? What happened? Ik bedoel, het is zo cool. Een paar dagen geleden kreeg ik een ontzettend gave voice message van je. Ja, ik heb allemaal gedaan. Ik van, wow, Inge, maak me gek. Maar vertel, hoe is dat ontstaan? Nou ja, hoe dat ontstaan is, 2 jaar geleden, toen had ik dus van de eerste bestseller, dacht ik van, ik ga ook een audioboek opnemen, heb ik zelf opgenomen. En toen ging ik het ook delen, maar toen ging die helemaal viral. En toen werd mijn hele team helemaal gek. We zijn echt bijna allemaal hartstikke overspannen geworden. We wisten niet hoe we moesten doen. Dus toen zei een vriendin van mij, dan moet je Aramik bellen. Dus toen heb ik jou gebeld. En toen, nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar yes. Wow, dat was even heftig. En nu dacht ik, we gaan het weer doen, maar we zijn nu voorbereid. Ik stel Aramik even op de hoogte dat we het gewoon weer gaan doen. En hoe kan het nou dat hij al op 1 staat? Nou ja, 1, ja, het is echt een goed boek. Ik heb een mega goede redactie gehad. Die vrouw die dat heeft geredigeerd, echt geweldig. De inhoud is cool, maar er was een nieuwe drukker. De uitgever die had bedacht, er zijn papiertekorten, dus we moeten wat regelen. En die nieuwe drukker die dacht blijkbaar 11 november van ik leg het alvast weg bij managementboek en Bruna en bol.com en overal. En die gasten dachten, er zijn veel bestellingen, we gaan maar gelijk leveren, want anders hebben we te veel voorraad. En toen gingen ze concurreren. En toen ging het in één keer 11-11, was het er, terwijl ik het nog niet eens had. Wauw. En ja, er zijn helemaal een samenloop van omstandigheden, want die stemacteur die was dus gelijk fan van het boek. Die heeft het gedeeld met een jongen die zich inzet voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Die is het gaan lezen en die dacht echt, holy shit, wat is dit een goed boek. En heeft echt zijn hele leven, hij post ook overal nu, we kennen elkaar niet. En die heeft natuurlijk ook weer voor allerlei aantrekkingskracht gezorgd. Nou ja, ik heb in mijn verleden al heel veel dingen weggegeven en veel goodwill opgebouwd. Dus heel veel mensen begonnen het al meteen te supporten en opdrachtgevers waren ook enthousiast.
Dus ja. Wauw. Allemaal credits die zich nu uitbetalen in nummer 1 positie, zeg maar. Ja, maar het is inderdaad wat je al zei. Het is wel echt lange tijd hard werken. En nu ook echt. Ik heb een topteam. Die mensen werken ook zo knijterhard. Dus super dankbaar ja, voor. Ja, fantastisch. Hier, kijk, het is Jolanda hier zegt, die zegt yes. Ja, ik wil graag het boek hebben om een goed leiderschap als leider te zijn in mijn bedrijf. Om van het begin af aan te kunnen toepassen, guys. Echt... Geweldig, yes. fantastisch. Super. Ik bedoel, dit is je tweede bestseller, want de andere bestseller heette Echte Leiders Dienen. Dat is een, yes. Ik bedoel, hoe voelt het om dan nu als een autoriteit gezien te worden? Want de meeste mensen zeggen, ja Aramiek, waarom moet ik een boek schrijven? Oké, dan kom ik op nummer 1. Ik heb afgelopen jaar onder andere Eva Brouwer geholpen om op nummer 1 te komen. Dus ik weet een beetje hoe de systeemalgoritmen omheen werken. Ja, maar waarom zou ik dat doen? Dus als jij gewoon een reden zou vinden, ik denk een reden of 1000 heb ik, maar laat ik jou... dat vragen. Waarom zouden mensen een boek moeten schrijven en waarom zouden ze dan op deze manier moeten gaan uitpakken? Want de meeste ondernemers die ik ken, die zijn bescheiden, die houden het allemaal klein, oh weet je, hun eigen dingetje. En jij gaat boom, je bent gewoon groot aan het uitpakken. Wil je ons die motivatie erachter iets meer vertellen? Ja, absoluut. Bescheidenheid is een van de belangrijke kenmerken van dienend leiderschap. Maar bescheidenheid betekent dat je weet dat je niet weet. En dat je gewoon nederig bent. Weet je, dit is gewoon... Ik heb dit gedaan door gewoon knijterhard te werken. En nou ja, de dingen die vallen je dan op een gegeven moment ook toe. Maar ja, ga staan voor waar je goed in bent. Want als mensen het niet kunnen zien... Als ik hier rustig over was gebleven, had niemand het boek gelezen. En ja, super zonde. Want ja, als ik nu al de reviews lees en hoe het verschil in het leven van mensen maakt. Dus als je iets hebt waar je gepassioneerd over bent... En je wil daar inderdaad expert. Schrijf het boek in de eerste plaats voor de mensen die je wil helpen. Maar ook om jezelf gewoon een beter mens te worden. Want als je dus een schrijver bent en je gaat je gedachten ordenen. Dan ga je steeds beter snappen waar je mee bezig bent. Nou, dat is gewoon geweldig. Dus doe het vooral ook voor jezelf. Om jezelf verder te ontwikkelen. En jezelf te inspireren. Dingen nog helderder te krijgen. En heb altijd die mensen voor ogen waarvoor je het schrijft. Zodat je echt voelt, wauw, vanuit je hart. Ja, ik heb gewoon dat hele boek vanuit mijn hart geschreven. Ach, die lieve mensen... Als ze dit nu iets praktisch zouden weten, kunnen ze gewoon veel sneller en makkelijker, met meer gemak gewoon leiding geven. Zonder stress en druk en nou, allerlei blabla wat je allemaal in je hoofd kan hebben waarom je niet goed genoeg bent en zo. Dus dat, ja, en het is echt zo prachtig om die reviews. Ik heb natuurlijk hier doorheen gebladerd om te kijken van oké, wat kan ik laten zien? Nou, hier zegt C.A.Evenhuis zegt, ja, passend om in chaos van deze tijd naar binnen te kijken. Ik heb iedere dag iets aan het boek. Het maakt dat ik mezelf toesta een faalbaar mens te zijn die iedere dag opnieuw mag en kan beginnen. Een faalbaar mens, mooi. Zo ook alle mensen om heen. Ik kan mezelf een ander verhaal gaan vertellen. Net zoals alle mensen om me heen. Actie oefenen. Fijn om te durven doen. Om dat te durven doen. Passen in de chaos van deze tijden om ontspannen moedig naar binnen te kijken. Hier, B. Kampman zegt... Voor mij is dit een boek met een gouden randje. Want ik iedere dag wel even opsla. Iedere dag, let op jongens, mega impactvol. Het staat vol met inspirerende, herkenbare en praktische voorbeelden. Die helpen om mijzelf nog verder te ontwikkelen in mijn dienend leiderschap. Hoe ik nog meer uit mezelf kan halen. En vooral hoe ik het verschil kan maken zonder dat ik mijn authenticiteit verlies. Want dat is waar de meeste mensen heel erg bang zijn. Hier, R. Lingen zegt, geweldig boek met veel nieuwe inzichten. Dit boek gaf mij vleugels. Want elke 8 kenmerken zijn herkenbaar en daardoor moeiteloos te implementeren in mijn werk. Mevrouw Inge Nuiten heeft ervoor gezorgd, wat leuk, ze noemen je mevrouw, heeft er gezorgd dat ik mij steeds bij kan dragen aan een mooiere wereld. En jongens, ik kan hier helemaal naar beneden scrollen om al die recommendations te zien. En meteen, voor iedereen die de challenge aan het volgen is, dit is dus een social selling principe, guys. Kijk maar naar de reviews wat onderaan het boek staat. Inge kan zeggen, het is een fantastisch boek. Ik kan zeggen, ik heb hard mijn best gedaan. Ik heb alles daaraan gedaan. Maar de reviews, ga ze lezen, stuk voor stuk. Het is echt niet normaal wat al die mensen zeggen. Full on. Ze heeft meer dan 50 reviews. Allemaal 5 stars hier al open, guys. Weet je, dit is echt... een celebration waard, lieve Inge. Ik vind dit echt zo vet. Dat je dit gewoon gedaan hebt. Echt. Super. En ja, guys, jullie hebben het gehoord. Als je het boek wil hebben, als je audioboek wil hebben, zet hier een yes onder. Zorg ervoor dat je het gaat. Voor mij zeer aan te bevelen. Voor mij ontzettend... ontzettend waardevol. En als ik daar... Kan ik een tipje van de sluier vragen van je, Inge? Mag dat? Iets van wat ik net zag in de reviews. Ze had het over 8 kenmerken. Want ik heb ook in de uitleg gezien dat je het over bila's had en zo. Wat zijn die 8 kenmerken? Wat zijn die... Wacht, even kijken of ik het goed zeg. Bila, ja. Zag ik het ergens? Waar zag ik hem nou net? Ja, bila's, een training die altijd succesvol maken. What's about bila's?
Nee, ja, bilas, dat zijn bilaterale overleggen in organisaties. Dat mensen één op één Wacht. Dat is inderdaad het goed dat je me erop attendeert. Wacht, heel even. Let op. Ja. Let op, jongens. De quote van de dag. Waar staat Bila voor? Bilateraal overleg. Bilateraal overleg. En dat, wat betekent dat? Dat je samen met z'n tweeën even zit om door te spreken hoe het op werk gaat. Oké, fantastisch. Gewoon Nederland. Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt supercool, dit soort woorden. En je had over 8 kenmerken. Wat zijn die kenmerken? Waarom is dat belangrijk dat weten? Ja, die kenmerken zijn uit mijn onderzoek, promotieonderzoek komen rollen. En dat gebaseerd op meer dan 100 kenmerken in de literatuur van goed leiderschap. En de eerste is authenticiteit. En authenticiteit, veel meer als misvatting over. Maar het komt er echt op neer dat je jezelf, al die onzin die je door de jaren heen hebt opgestapeld over hoe je over jezelf denkt, dat je daar afscheid van gaat nemen. Dat je echt radicaal eerlijk wordt over wat je waarden, wat je behoeften, wat je aspiraties zijn. Daarmee in contact komt. Waardoor je gewoon trouw blijft aan jezelf en makkelijker ook beter voor jezelf zorgt en gewoon gaat staan voor wie je bent. Tweede is bescheidenheid. En bescheidenheid betekent dus niet wegcijferen en kleiner maken. Dat betekent juist vanuit dankbaarheid gaan staan, laten zien waar je goed in bent. En daarnaast weten dat je super weinig weet. Dus dan word je oenig, open, eerlijk en nieuwsgierig. Dan ga je vragen stellen in plaats van heel stellig, continu, overal ego, iets van vinden. Ja, einde ego. Dus het is je hebt geen last meer van je ego. Je wordt gewoon nieuwsgierig naar andere mensen. In plaats van dat je allemaal denkt dat je de wijsheid in pacht hebt. Want dat hebben we gewoon niet. Het maakt niet uit welke opleiding of achtergrond je hebt. Je weet echt niet wat er bij andere mensen leeft en speelt. Dus word nederig en stel je oenig, open, eerlijk en nieuwsgierig op, vragend op. En ga vooral heel goed luisteren. Daar gaat dat kenmerk over. En als je dat goede luisteren en die authenticiteit steeds meer op orde krijgt, dan kun je een echte rentmeester worden. Een rentmeester is iemand die service over self-interest. Dus je gaat meer dienstbaar worden aan de mensen om je heen, aan de wereld om je heen. En uiteindelijk wordt ook jij daar beter van. Want als al die mensen om jou heen een glimlach krijgen, nou ja, dan word je zelf ook blij van. Dus, en renmeesterschap gaat over goede zelfzorg. Dat je ook voor jezelf het op orde hebt. Want als jij gestrest bent, een kort lontje hebt, hoe wil je er dan voor anderen zijn? Dus het renmeesterschap over jezelf, over de aarde, over de mensen met wie je contact hebt. Wauw. Dan in bedrijf is het vierde kenmerk, verantwoordelijkheid. Nou ja, in bedrijven ook in het dagelijks leven. Ik zeg altijd, persoonlijk leiderschap is 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Wat iemand ook tegen je zegt, hoe iemand je ook behandelt, je kunt altijd vanuit liefde, rust en respect voor jezelf en de ander aanwezig zijn. Je bent niet afhankelijk van die ander. Neem eens eigen verantwoordelijkheid. Er staat een prachtig voorbeeld in het boek van Viktor Frankl, die in de Holocaust van alles meemaakt en toch zijn waardigheid behield. Ga dat alsjeblieft luisteren of lezen. Super inspirerend. Empowerment is het vijfde kenmerk. Empowerment komt er ook neer. Vooral dat je bij jezelf kunt blijven. Voor mij is ademen daar een hele belangrijke voor. De meeste mensen ademen helemaal niet goed. Er zit een super schatkist. Dat is trouwens nog een mega cadeau bij. Ook als je zelfs als je dus het luisterboek gewoon kosteloos gaat aanvragen vandaag of morgen. Zelfs dan krijg je er een online schatkist bij cadeau. Yes. Waar echt een fenomenaal goede training in zit. Fantastisch. Nou, die hoort er nog bij. Maar dat dus gaat over empowerment. Empowerment is ook vooral de verhalen die je jezelf vertelt. En dan zeg ik, we zijn hier op de podcast, waarom ik? Als ik moest kiezen wat voor een station dit was, dan was het een FM-station, een For Me-station, een Positive Vibe-station. Maar heel veel mensen zitten in de AM-frequency, de Against Me-frequency. En het boek leert je hoe je dus van de AM, Against Me, in de For Me komt. Dat gaat over empowerment. Het zesde, wow, die is pittig voor veel mensen, maar fundamenteel vergeving. Leren om jezelf toe te staan, om fouten te maken, om te falen. Maar ook als je bijvoorbeeld dingen hebt beweerd of dingen hebt gedacht die niet meer waar blijken op basis van voortschrijdend inzicht, om compassie met jezelf te hebben, om compassie met andere mensen te hebben die fouten maken. Om daar liefdevol mee om te gaan. En daar heb ik zo'n coole truc. En ik ga hem nu al meteen maar even verklappen voor jullie. Want die is zo vet. Aramik kan dit ook. Aramik, doe je even mee. Kun jij je arm in de lucht steken? Ja. En dan zeggen, hoe fascinerend. Hoe fascinerend? Yes, hoe fascinerend. Waarom hoe fascinerend? Kijk, als er fouten worden gemaakt, denken de meeste mensen, hoe... En dan ga je verkrampen, dan krijg je verkrampte spieren, word je moe, emotie, kun je niet meer helder denken, geen goede besluiten nemen. Terwijl als je denkt, hey, hoe fascinerend, dit is het leven, ik vergeef mezelf, blijf je veel meer vanuit liefde, respect, rust en openheid aanwezig, kun je betere besluiten nemen, beter acteren, beter doorpakken. Dus voor mij is dat echt een super truc om je, om met een leuke manier, met een beetje humor, want bij dienend leiderschap ook hoort ook humor. If it ain't fun, it won't get done. Yeah. Met een beetje humor daarmee bezig te zijn. Ja, het zevende kenmerk, want ik heb er nu 6 gehad, is waardering. Daarom ik voor jou waardering, hoe jij continu die positive vibes verspreidt. Oh. En waardering gaat ook over waardering ontvangen. En daarvoor heb je nodig hey. De ballen.
Ja. Te ballen. Ja. De moed om het ook te doen. En dat is het achtste kenmerk. Dus echt de moed hebben. Nou, Jetsen ook. Maar mandarijnen, ja, super. Ja, ik denk, maar wat heb moed, ik hier op het bureau? Je hebt knijten veel moed nodig. Cojones, dames en heren. Cojones. Je hebt knijten veel moed nodig om dienend te leiden. Om al die dingen te doen die ik net deelde. Oh. Dus daar, dat is in essentie... Een heleboel life skills. Ik bedoel, jongens, echt een schatkist vol met kennis, ervaring en waarde. Ik hoop dat diegenen aan het kijken zijn. Er zijn ook heel veel kijkers nu aan het rijden, want we gaan zo meteen training geven. Dus dit is echt super cool. Guys, als je het boek wil hebben, als je schatkist wil hebben, zet hier een yes onder. En je geeft daar ook aantal aan. Want je zei ook, er is ook een bonus met de online training zit er ook bij volgens mij. Toch? Ja, dus je gaat over deliver. Totally. Eigenlijk hoort hij bij als je een papieren boek koopt. Maar ik heb gewoon gezegd, ja, weet je, mensen die het boek luisteren, al doen ze het gratis. Ik wil gewoon spread the word. Mensen die dit zich eigen maken, mooi. Daar wordt de wereld zoveel beter van. Iedereen. Echt. Mooi, mooi. Wel, als mensen het boek kopen, sponsoren ook Clinic Clowns. Dus kijk, dat is nog wel een, kijk, wat... Mijn royalties gaan naar goede doelen. Boeken schrijf je overigens niet. Dat is nog wel voor de kijkers. Ja. Boeken schrijf je niet om er rijk van te worden. Boeken schrijf je om de wereld beter te maken, mooier te maken. Weet je, de uitgever verdient er goed aan. Je kunt het ook zelf uitgeven. Prima te doen, is een hele klus. Verdien je er wat meer aan. Maar doe je het via een grote uitgever, nou, dan heb je meestal iets meer bereik. En je doet het dus echt om andere mensen beter te maken. En ja, natuurlijk, als je dan een expertstatus krijgt, dan kun je wel... Word je wel vaker gevraagd voor trainingen en dat soort dingen. Dus het is een secondary purpose. Yes. En daarnaast is het een win-win-win-win. Alle redenen mogen. Als jij luistert, van mij mag iedereen, of het nou ego is, empathie is, of het nou wereldverbetering jezelf. Als jij zo'n schatkist vol hebt, is je moral obligation. Daar hebben we deze hele week over. Om het te verspreiden. Om mensen zoveel mogelijk je impact te gaan vergroten. Om zoveel mogelijk bereik te krijgen bij de mensen die het gewoon kunnen hebben. Want ik zeg altijd, we kunnen niet genoeg leiders hebben. We kunnen niet genoeg dienende leiders hebben. We komen zoveel leiders tekort op dit moment. Dat is ieder moment van geschiedenis. Zeker nu. En hier Marianne zegt, ja, ik ben verbluft. Ik word er stil van. Wist meteen al dat ik het boek wil. Wauw. En dan ook voor Clinic Clowns. Guys, ik hoop dat jullie zien hoeveel, social selling principes Inge nu aan het handhaven, aan het implementeren is. Goed doel betekent charity, betekent contributie, betekent dat ze veel meer aan het geven is, betekent over delivery. She is a joy bringer. We hebben het deze hele week over 10 principes van social selling. En kijk alsjeblieft, leer het van de beste. Ze zit hiernaast. Weet je, ga volgen. Van mijn part, echt, je mag gewoon bestseller of the year worden met zo'n prachtig, fantastisch boek. En nu ga ik ook meteen in de kader van een van haar sales challenge opdracht geven. Ga verspreiden. Dit is een prachtig mooi interview. We gaan zo meteen haar $1 million tip vragen. Maar ga delen via video of opgenomen of via een post. Wat heb je van Inge geleerd? Wat heeft je afgelopen interview je opgeleverd? Tag Inge erbij. Tag mij erbij. En zet daar ook meteen de link dat mensen haar boek kunnen kopen. Weet je, laten we kijken of we vandaag het woord van Inge, vandaag, morgen, overmorgen of als je dit beluistert, kunnen verspreiden met z'n. Dus de opdracht in de kader van 21 dagen sales challenge is om je grootste inzicht te gaan delen en vertellen wat heb je nou van Inge geleerd, wat is je opgevallen qua social selling principes en laten we daar met z'n allen voorbeelden aan nemen. Want weet je, we kunnen niet genoeg voorbeelden hebben zoals Inge dat doet. Ik ben er echt ontzettend vereerd dat je hier bent hoor Inge, echt super cool. En vanaf vanochtend 10 uur, ik vergeet helemaal wat ik eigenlijk vanochtend om 8 uur heb gedaan. Ik heb vanochtend 8 uur iets leuks gedaan. Je kan tegenwoordig je schoentje zetten, dames en heren. Dus ga naar aramiekonline.com. Ik ga iets fantastisch doen. Aankomende 3 dagen kan je en je schoentje zetten. En je kunt je 3 verlanglijstje verzoeken inleveren bij Sint Aramiek. Dus mocht je dat willen doen, ga naar aramiekonline.com. Maar ik vind het veel belangrijker als je hier gewoon een yes onder zet. En ervoor gaat zorgen dat je het boek gaat beluisteren. Hier, Dylan zegt ohayo yo, dat betekent goedemorgen in Japans. Ben een beetje laat, maar liever laat dan ooit. Nou echt, Dylan, je kunt heel veel van Inge leren. Wauw. Hoe dan ook, dus check it out. Zet hier yes onder. En als ik je een $1 million tip zou vragen, Inge, voordat ik naar de afsluiting ga, voordat ik jou een prachtig mooie inspiratiekaart laat trekken. Wat zou de $1 million tip zijn wat mensen, kijkers, luisteraars thuis kunnen implementeren vandaag al, dat ervoor gaat zorgen dat het een mega impactvolle dag gaat worden. Wat zou jouw nummer 1 tip zijn? Ben dankbaar voor wat er is. Dus echt de dankbaarheid. Dat is echt, begin er 's ochtends mee, begin er 's avonds mee. Als je het ook nog combineert, maar dat gaan de mensen zien in de schatkist, met hard ademen. Wow, dan ga je immuunsysteem omhoog, je relaties gaan omhoog.
je werk gaat beter, je creativiteit. Dus hard math. Dat kan ik dus dankbaar ademen. Wauw, fantastisch. Wat heerlijk. Nou, dan gaan we heel dankbaar van jou gebruik maken voor de volgende item. The blessing of the day. Ik heb hier 62 mooie kaarten. En als jij zegt stop, dan gaan we die voor vandaag trekken. Stop. Alright. Even kijken. Oh, dit is mooi. Jij mag voorlezen. The best thing one can do when it's raining is to let it rain. Yes. That's absolutely. You know? Daar kan ik... Dat is ook... Oh, Aramik, dit is echt geweldig. Let it rain. Dat appte Roel mij gisteren of eergisteren nog. Maar dit gaat ook... Life happens for you, not against you. Het leven gebeurt voor je, niet tegen je. Dus ook al wordt je boek 3 weken eerder gepubliceerd... terwijl je er niks van weet en ligt het al bij mensen terwijl je nog niet in handen hebt... Trust life. Don't stress out. Trust life. Dus ook heftige shit die nu in de maatschappij... Pardon voor me, maar die nu in de maatschappij aan de gang is. Het gebeurt... voor ons. Trust. En stay true to yourself. Dus blijf trouw aan jezelf en trust. Dankjewel. Wat mooi. Wauw. Nou ja, ik kan het beter niet zeggen, guys. Mocht je deze prachtige mooie inspiratiekaarten weten. 62 prachtige kaarten die we iedere dag hier in het programma trekken. Check chantalmeester.com voor haar nieuwste producten. En ook deze kaarten. Ik vind ze prachtig. 62 mooie kaarten. Guys, check chantalmeester.com. En even kijken. Ik ga nu terug weer naar Inge. Dan zeg ik, jongens, als je dit in de herhaling kijkt. Als je het vanavond gaat in de herhaling natuurlijk. We gaan nog een keertje deze uitzending uitzenden. Inge, deel deze uitzending. Zorg ervoor dat je... Als je meedoet aan de challenge, dat je gaat vertellen wat heeft je opgeleverd. Welke principes heb je gezien dat Inge zo mooi implementeert, zo mooi neerzet. En laat ons weten wat je hiervan geleerd hebt. Want dat is het, guys. Kennis is hartstikke leuk, maar je hebt het gehoord. Zonder actie, zonder toegepaste kennis heeft dat geen enkele zin. Zei ooit Roy Martina, dan is een boekenkast is mooi, het is een weten op de schap. Als je het niet uit gaat brengen, als je het niet naar buiten gaat doen, moet je kijken. En wie weet, miracles out there, the universe is voor jou aan de gang. En voordat je weet, je boek is er nog niet eens, je lancering is vandaag. En je bent nu al de nummer 1 bestseller. Ja. Oh, ik vind het fantastisch. Ik vind het geweldig. Nou, lieve Inge, dankjewel. Dankjewel dat je op deze drukke dag, op je lanceringsdag... Ik weet dat je knijterdruk hebt. Je bent gewoon nu al viraal aan het gaan op LinkedIn. Dat je echt met je hele team aan het werk bent. Dat je tijd hebt vrijgemaakt om hier te komen in onze uitzending. Het is me waar genoegen. Ik ben zo benieuwd naar je boek. Dus kom maar op met je boek. Ik wens je heel veel succes. En we hebben een date. Hè. Binnenkort kom je gewoon hier live. Vandaag kon het niet. Maar binnenkort nodig ik Inge uiteraard om hier live bij ons in de uitzending te komen. Ze gaat ook... 21 tips met jou delen, van alles nog wat. Maar vandaag was het even een snel interview om het te vieren dat ze op nummer 1 is gekomen. Mag ik je bedanken, lieve Inge. Wat was dit geweldig. Echt, je bent fantastisch. Echt fantastisch. En lieve dames en heren, dit was dag 9 van 21 dagen Sales Challenge. Morgen dag 10. En dan ga ik het hebben over de 10 social selling principes. Wat we deze week met elkaar aan het doen zijn. Doe ik de samenvatting op. En ja, diegenen die al in de auto zitten. Niet kunnen reageren. Om 11 uur begint de cashflow game event. Jongens, ik hoop dat jullie prepared zijn. Het wordt fantastisch. Mocht je, by the way, het spel en wat we daar gaan doen. Willen volgen. Check mijn Instagram, guys. Ik ga daar live. Ik ga daar stories op doen. Dus dat wordt een fantastische, mooie dag. Om je money mindset te veranderen. Een boost te gaan geven. De wereld een betere plek te maken. We zijn daar echt met prachtig mooie ondernemers samen. Dus check mijn Instagram. Voor nu, even kijken. Ja, ik zei het al. Morgen 10. Social Selling Principes. Ik wil Inge bedanken voor je aanwezigheid, voor je boek, voor deze prachtige mooie schatkist wat je aan de menselijkheid geeft voor de tweede keer al. Thank you. Het is zo geweldig om hier de uitzending te hebben. En hier, je hoort dat Chantal zegt, nogmaals gefeliciteerd met dit grote succes, Inge. Dankjewel dat je er was. Een hele mooie lanceringsdag en tot heel gauw. Dames en heren, see you later. Tot morgen allemaal. Later! Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig! Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan! Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot morgen 10 uur. Dankjewel, Inge. Mooie dag allemaal. Mooie dag. Doeg. Hoi.